Hey kijkers van mijn naam DVD, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft 1.8 Survival. Wij zijn hier met Linky. Oh nee. Oh my god. Jongens, in de vorige aflevering zei ik, we gaan nog een beetje minen. Maar plans changed. Ik ga deze aflevering met Link naar de Nether. Wij moeten namelijk glowstone gaan halen. Oh, wacht eens, blokjes? Blokjes zeg maar nu? Kijk, moet je zien, als je de shift en dan blokt, dan steek je hem meer naar voren in plaats van naar de zijkant. Zie je dat? Maar is die een beetje gebeurd. Dat is nieuw. Holy damn. Ik blok nu nog steeds. Ja, ja dat klopt. Maar het ziet er zo anders uit. Ja, eigenlijk wel. Ja, apart. Nou, Minecraft 1.8, je zit vol verrassingen. Kom mee, Link. Wij gaan ons avontuur starten. Je weet waar de Nether Portal is, toch? Dus moet je even daar staan en dan zie jij de Nether Portal. Zie jij er even? Is het deze hier? Nee. Is het deze hier? Nee. Is dat dat rare ding wat daar boven staat? Nee, dat is een paard. Oh. Oké, dan gaan we naar beneden. Let's go. Nee. Link, please. Alright. Maar in ieder geval onze taak is dus om naar de Nether te gaan om close. Oh, pas op. Dat zijn heel veel creepers. Dat gelijk ook. Daar zit echt een paard. Huh? Ja, dat klopt. Het paard zit er al een hele tijd. Ik heb mezelf... Oh my god, Link. Waarom? Wat doe je nou? Dat komt door het paard. Ik nodig je uit... Is het paard dood? Nee, oké. Nee. Ik nodig je uit op mijn survival. Ja. En je blaast gelijk alles op. Echt niet. Hoe kom je daar? Dat deed het paard. Dit keer echt het paard. Zag je dat? Oh, please. Kom maar gewoon mee, jij. Oké. Jesus. I'm on my way. Ja, kom snel. Oh, nee. Er zit een spin. Oh, jezus. Er zat gewoon een spin hier. Waar? Ja, hier. Oh, kijk. Hij is dood. Oh, hey. Die is normaal. Is het dan ook dat die pigments hem aanvallen en een zombie pigment van hem maken? Ik hoop het niet. Ik vind hem cool. Zeg maar net zoals villagers en zombie villagers. Dat ze, of in ieder geval zombies en villagers dat ze elkaar aanvallen. Mhm. Even kijken. Hier is al wat glowstone. Dit is niet zo heel ver. Ah, maar... auw. Oh. Oké. <Okay. laughs> Wat deed je? Ik heb geen idee. Ik denk dat hij me attackte, maar dat was blijkbaar het lava. Even kijken. Ga jij dan even naar zo'n andere? En even kijken of er geen gas komt, want ik ben nog wel bang voor die beesten. Ik ga deze hierboven. Jongen, vorige keer, toen ik in de Nether was het echt zo van... Hey, ik loop erin, ik word bekogeld door gas. Alleen het zit hier vol met soul sand, dus dan kom je niet vooruit, weet je wel. Oh, lol. Dat is zo eng. Dan zie je echt gewoon de dood voor ogen. Ik dacht dat ik een gas zag, maar het was de spawn. Ja. Het was het huisje van de portal, weet je wel, die is wit en zo. Racist. Nee, dat is niet racistisch. Jawel, je bent racistisch tegenover de witte mensen. Oh ja, over racisme, over de witte mensen gesproken. Mensen zeiden dat er Witte Piet moest komen. Ja, ik denk racistisch. Nee, maar als Zwarte Piet niet mag, waarom mag Witte Piet dan wel? Ja, precies. Even over nadenken. Dus dat is ook gewoon, vroeger had je ook witte slaven en dat vond ik echt gewoon, dat vind ik gewoon niet kunnen. Ja, precies. Vroeger waren er meer zwarte slaven. Of getint, Amerika, nee, wat was het nou? Afrikaans, Amerikaans, of wat was het nou? Afro-Amerikaans. African American. Ja, zoiets. Dat soort mensen, dat waren vroeger... Dat soort mensen, dat soort waren vroeger veel slaven van en zo. En dat kan natuurlijk niet. Maar weet je, witte slaven, bestaat dat eigenlijk? Heeft dat ooit bestaan? Tuurlijk heeft het bestaan. Bestaat nog steeds. Maar zoveel als anders? Of zoveel als de getinte mensen? Nee, maar het maakt maar niet uit in hoeveelheid. Oh, ik vind het zo leuk, hè. Ik had laatst met mijn familie had ik het er ook nog over racisme en zo. En dat hele gedoe, want dat bespreek je aan tafel en zo. Ja. En, ik moest even een boertje laten, hoor. Hoe heet het? Ik had dus het ding van vroeger in groep 5, of nee, in groep 4, werd me altijd aangeleerd door de juf van je moest neger zeggen. Want anders was het racistisch. What? Tegenwoordig mag je geen neger meer zeggen. En ik denk van, waarom heb ik dat dan ooit geleerd? Want ik moest neger zeggen, weet je wel. Dat was een regel om die mensen met respect te behandelen. Maar what the fuck? Blijkbaar heb ik het verkeerde geleerd. Je moet dank wel goed opletten. Ja, nee, maar zeg maar, ik vond zeg maar... Ik weet het nog heel goed, want ik moest altijd lachen om het woord neger. Ik vond het gewoon een grappig woord. Ik wist niet eens wat het betekende. Maar ik vond het gewoon een grappig woord. En... Mensen werden altijd boos op me, omdat ze het respectloos vonden. Maar ik wist niet eens wat een neger was, weet je wel.
Dat is zo. En dag werd Dunkin' in elkaar geslagen. Nee. Door duizenden zwarte mensen. Dat zal het zijn, joh. Maar okay. Ja, ik ben nooit in elkaar geslagen. Ik ben wel bedreigd ooit. En met die persoon ben ik vrienden, maar hey. Oh, hey, best friends forever. Ja, precies. Nee, maar dan was het meer, ja, je was even boos, weet je wel. En dan floept er wat uit wat je niet helemaal bedoelt. I'm gonna tickle you. Ik ga je helemaal doodkietelen. Oh, wat een bedreiging. Oh my god, stop het. Stop het. Ik heb een vrouw en kinderen. Oh, nu al? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 38. Oh, oké. Gezellig. Ja. 38-jarige pedo. Gezellig. En wat? Wie zei dat ik pedofiel ben, hè? Misschien vind ik gewoon kleine meisjes weg interessant. Oh, wacht, dat is pedofiel. Oh, oké. Okay. Oh, dat betekent het dus. Oh. Oh, daarom zegt iedereen dat tegen me. Ja, oh. I get it now. Oh, fuck. Verklaart zoveel. Hey, hoeveel glowstone heb je al? Ik heb 64 plus 22. Oh, ik heb meer. Rekt. Je bent stom. En ik heb ook nog eens nether quartz zitten hakken. Ik niet. Ja, want van nether quartz krijg ik XP en ik heb natuurlijk heel veel XP nodig. Ik heb wel 3 wither heads. Zo, hey, ik heb nog een heel plan, joh. Ik had aan het begin van mijn survival wilde ik al heel graag enchanten. Vanwege die nieuwe enchanting table, weet je wel? Ja. En hoe heet het? En het ding was dus, ik had geen koeien in de buurt. En ik had ook geen paarden in de buurt. En op het moment moest ik op heel ver naar koeien zoeken. En gewoon duizenden blokken afreizen om koeien te vinden. Ja. En uiteindelijk heb ik ze dus gevonden. En die heb ik dus helemaal in een livestream heb ik ze dus helemaal naar mijn huis gelokt, zeg maar. En wow. Hoe heet het? En toen ik zeg maar met Marijn ging opnemen, hadden we de wereld verplaatst naar zijn server. En daarna weer terug naar een singleplayer wereld. Mm-hmm. En toen waren allemaal koeien gedespawned. Amazing. Dus dus dat is echt super irritant. Maar ik heb ze gewoon teruggespawned. Want ja, je had die dingen al. Nee, maar je had ze al legit, dus dan mag je ze terugspannen, lijkt mij. Nee, dat mag niet. Oké, sorry. Sorry, senpai. Oh, shit! Wat is er? Ik viel. En waarom heb ik geen shovel van je gekregen? Omdat je dat niet nodig had. Jawel. Hoezo? Je hebt een gravel en shit. Ja, maar... Oh, pas op, want de gravel kan vallen als je dat aan gaat raken. Klopt. Ik probeer dat juist, zeg maar, langzaam een trappetje te maken van helemaal bovenaf met gravel. Slim, hè? Aha, ja, ik snap het. Even jij snapt het. Ik snap hem. Oh, dat is zo geweldig, hè? Vond ik dat die... Het was amazing. Ja, maar ik heb letterlijk... Ik heb zeg maar goudvissen. En heel weinig mensen weten dat. Ik had ooit 4 goudvissen. Er zijn er nu 2 over. Maar hoe heet het? Wat is met al dat er gebeurd? Die zijn doodgegaan. Ouderdom. Ik heb ze al 5 jaar of zo. Maar... Okay. Hoe heet het? Ik wist geen naam. En die tijd was ik heel erg fan van Snappy, de krokodil. Dus ik heb gewoon Snippy, Snappy, lang en lang dik. Want die ene was lang en de andere was lang en dik. Dus wow. Zo kom ik aan de namen van mijn vissen. Ik was 5 of zo, hè. Dus moet je even bedenken, maar... Snippy, Snappy, lang en lang dik. Like... Dunkerblitz. Als ik over nadenk, denk ik van... Ja, wat een kutnaam. Maar als ik zou denken over een nieuwe naam... Ja, precies. Zou ik niet weten wat dat gaat worden. Laten we hem Goldie noemen. Goldie? Ja. Is dat zo'n standaard naam voor een goudvis? Ja, Gold. En dan Goldien. Oh, Gold. Oh. Goldien is toch die Pokémon? Of, ja? Ja, oké. Okay. Dat weet ik nu zeker. My question is answered. After what, all those Goldie? Years. Nee, maar I didn't know. Jij bent helemaal Pokémon fan en... Pokémon fan, zei je dat nou? Nee, Pokémon. Ik zei Pokémon. Okay. Misschien met een B-accent, maar... maar, weet ik, hoeveel ken je echt alle Pokémons? Of wat... Van generatie 1 ken ik ze allemaal, generatie 2 ken ik ze allemaal, generatie 3 ken ik ze allemaal, generatie 4 de helft, generatie 5 een kwart en generatie 6 maar 1/10. En hoeveel generaties zijn er? 6. 6. Ah, oké. Okay. Ik ken er geen... Ja, ik ken van elke... Geen... Pikachu! Pikachu ken ik, maar... Je hebt oh shit, ook... ik ga dood! Oh, nee! Oh, Link! Wat doe je nou? Wat doe je nou? Waar ben je doodgegaan? Ik ben in lava doodgegaan. Oh, you noob. Ik was met een guest aan het vechten, man. Ja, maar dan heb je toch je boog, of... Ja, maar ik ging dat ding terugschieten naar hem. En toen wou ik hem net raken. Het raakte ik hem. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon dorst eromheen, sloeg nergens op. Ja. En toen viel ik in het lava, van de schrik. Oh, arme Link. Ik werd emotioneel. Maar nu is alles verbrand.
Mijn hele Iron Armor set en alle Iron Tools en alle Glowstone. Nee hoor. Link, please, you fucked it up. Why did I ask you? Ik had letterlijk... We hebben zomaar zo'n groepschat. En, hoe heet het? Ik had nog gevraagd... Ik had eigenlijk iemand nodig die een beetje goed was met boogschieten en in de Nether en zo. Ja. En Link, die wilde best meedoen. Die denkt van, ik kan dat aan. Ik kon het zeker aan. We zien het, Link. I'm 10 out of 10. We zien het eindresultaat. It's amazing. God damn it. Alright. Damn it, why did I do this? Ik zit alleen maar kwarts zakken, dus ik ga ook weer terug naar de overworld. Oké. Kijk, waar ben jij nu dan? Ik ben in je huis. Oh, snap. Oh, ik ben in je huis, gekke dingen aan het doen. Nee, don't come in. Oké. Okay. Is het dag nu? Ja. Ah, nice. Oké, dat is dan weer wel chill. Dat is super chill. Moeten we even kijken. Oh, waar ben je? Oh. Ja. Link! Yeah. Oh, ga je dan weer dood? Ah, je moet je me niet slaan, we zijn bijna dood, jou. Hoeveel hartjes heb je? Ik heb nu nog maar 6. Oh, dan valt mijn damage echt best wel mee. Ik doe 8,25 damage. Nu. Oh, ja. heb je echt letterlijk... En hier, ik heb nog 4 over. Van een hele stack. Nee, je zit nog een paar in. Er zit nog 25 in, deze chest. Oh, please. En de rest ben ik voor je aan het smelten, en lief voor mij, hè? Oh ja, je hebt je doet een beetje huishoudelijk werk. Dat is wel chill. Ja, hoef ik dat niet te doen, maar ja. Ik heb trouwens kool gevonden aan de zijkant van je huis. Dus ga ik even weghakken. Oh nice. Ja, dat moet je wel even oppassen, want daar ziet het er lelijk uit, weet je wel? Dat wil ik niet. Maar ja. Ja, dat komt niet hoor. In ieder geval, jongens, dit was de aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je dit leuk vond, laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En een leuke reactie. Als je LinkedIn eigenlijk nog niet kent, oftewel Michael, check dan vooral even de beschrijving. Daar staat het linkje en dan moet je ook even abonneren op hem. Want hij is leuk en heeft goede video's en zo. Dus ja, bedankt voor het kijken en ik zie je op de volgende keer. Peace out!